zalig. Zo'n dagje op strand, daar kan ik nu eens echt van genieten. Ik kom hier helemaal tot rust. Maar is dat eigenlijk enkel een gevoel dat ik hier zo tot rust lijkt te komen? Op het strand ontmoeten we Alexander Hooiberg, bioloog aan de Universiteit Gent. Hier in Oostende aan het Vlaams Instituut voor de Zee zoekt hij uit of je echt meer tot rust komt aan de kust. Want iedereen lijkt hier altijd zo ontspannen. Maar heb je eigenlijk echt minder stress aan de zee? Dat weten we niet goed. We weten wel dat heel veel mensen zeggen tot rust te komen en zeggen dat ze hier kunnen ontstressen, ontspannen. Maar er is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek over. Er zijn wel twee theorieën over. De ene is de Attention Restoration Theory, of de aandachtsherstellingstheorie. En die zegt dat mensen eigenlijk in natuurlijke omgevingen automatisch afgeleid zijn. Afgeleid van een dagelijkse stressoren, omdat de natuur een beetje fascinerend is. En dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen hun directe aandachtscapaciteiten, die ze normaal nodig hebben om te gaan met stressoren en om te gaan met het dagelijkse leven, dat even kan ontspannen. En we zien dat de kust op heel veel vlakken daar heel goed in scoort. En mensen kunnen er zowel heel ver kijken als een soort van dichte interactie vinden ook. We zien dat mensen er zeker kunnen weg zijn. Het is iets die voor veel mensen toch wel relatief ver is van huis. En ja, dat zijn enkele zaken die eigenlijk de stress zeer goed kunnen doen verlagen. De tweede theorie is de stress reduction theorie. Die zegt eigenlijk dat wij als mensen van oorsprong uit Centraal-Afrika en uit savannegebieden ontstaan zijn. En dat we nu als mens nog steeds snel tot rust komen in omgevingen die lijken op savannegebieden. Je hebt altijd die ruimte. Uitzicht, dat weet ze, zegt ja. Zeelucht. We zeggen altijd als we hier toekomen binnen de 10 minuten, voelen we ons longen anders opengaan. Zeelucht. Dat is iets wat mensen typisch aanhalen. De zee is hier gezond, er zit jodium in de lucht. En algemeen heerst er zo een gevoel van ik moet aan de zee zijn voor de zeelucht. Oké, zeelucht is gezond. Dat weten we al uit wetenschappelijk onderzoek. Maar dat gevoel van minder stress aan de zee, of dat echt zo is, dat is Alexander nog aan het uitzoeken. Een stad is heel intensief voor een lichaam om eigenlijk mee om te gaan. We hebben auto's die passeren, veel geluiden. Veel van die geluiden kennen we ook niet. In deze betonnen jungle toch wel, kunnen we zelfs verdwalen. En onze fysiologie gaat altijd een beetje in een staat van paraatheid zijn. Het komt eigenlijk neer op onze fight or flight response. Dat is de respons die ons sympathisch zenuwstelsel in werking doet treden om eigenlijk om te gaan met stressoren. Dus dat is echt de stresskant van ons lichaam. Die wordt gebalanceerd door ons parasympathisch zenuwstelsel die onze rem is een beetje op ons leven. Dus dat sympathisch en dat parasympathisch zenuwstelsel werken altijd in balans. En we zien dat die balans eigenlijk meer geneigd is richting stress en sympathische activatie en fight or flight in een stedelijke omgeving. En veel meer naar de parasympathische kant of de rest and digest kant aan de kust. Het is niet rest, het is resten, toch, als je vroeg komt. Die ellende, die condition humaine waar we toch allemaal mee zitten, zo die levensvragen, ik kom dat te boven met de zee. Heeft de omgeving daar iets mee te maken? Ja, misschien wel. Ja. De boten, de zee, het water, het zand, toerisme, een beetje van alles. We weten ook dat er al heel wat onderzoek gebeurd is naar het effect van groene omgevingen op ons stressniveau. En dat die groene omgevingen ook zeer stressreducerend werken. Maar toch denken wij als onderzoekers dat de kust, die toch wel een heel andere omgeving is, op een andere manier onze stress kunnen verlagen en mogelijk op een efficiëntere manier. We weten nog altijd niet hoe dat komt. Waarschijnlijk is omdat een groene omgeving dikwijls wordt getoond met bossen en toch wel densere visuele ervaringen. En waarschijnlijk moet het lichaam en ons brein meer moeite doen om toch al die omgevingsaspecten te kanteren. Hier aan de kust en aan de zee hebben we veel minder prikkels. We hebben hier enkel zand, lucht, de zee natuurlijk en af en toe een zeemeeuw. Maar die staat van paraatheid is hier veel lager van ons lichaam. Om deze theorie echt wetenschappelijk uit te zoeken, kunnen we niet op het strand blijven. Daarvoor moeten we naar een virtueel strand en dat vinden we terug in het Vlis. Door eigenlijk virtual reality kunnen we die buitenomgeving in ons labo brengen en kunnen we jou twee verschillende omgevingen kort na elkaar laten tonen. Anders zouden we jou moeten verplaatsen.
tussen die omgeving ga je ook fysiek actief zijn en zo. En gaat dat jouw lichaamsrespons helemaal veranderen. We hebben hier de Nexus. Dat is eigenlijk een toestel die heel veel fysiologische metingen kan uitvoeren. Ik ga beginnen met de sensoren voor de hartslag en de spierspanning. En we gebruiken eigenlijk de upper trapezius muscle. Die loopt eigenlijk van hier tot midden in de rug en eigenlijk tot naar je schouders. Dus als je gestresseerd bent, dan ga je typisch dit doen om je vitale organen te beschermen in geval van nood. Ik ga af en toe je kleren een beetje aan de kant. Die sensoren sturen dus signalen door naar de computer van Alexander, waarop hij kan aflezen of ik stress heb of niet. Maar spierspanning is niet het enige dat hij meet. Het volgende dat we gaan meten is een elektrocardiogram. We kunnen daar twee zaken uit afleiden. Het ene is jouw hartslag. Dus hoe hoger eigenlijk, hoe meer stress hoe ik hoger, heb. Hoe hoger, hoe meer stress. Ja. Hoe sneller dat je hart klopt. Ja. Alexander zorgt er ook voor dat mijn ademhaling, mijn zweet en mijn bloeddruk gemeten worden. En voilà, ik ben klaar voor het VR-experiment. Okay. Dus je mag die eigenlijk aanzetten met eerst jouw ogen erin en dan mag je die zelf een beetje aanspannen en zo. Oké. Okay. Ik vind dit een zeer rustgevende omgeving. Ik zie strandkotjes, ik zie appartementsgebouwen, maar ik draai me eigenlijk liever om naar de zee, waar ik de golven zie en gewoon de blauwe lucht. Het is een mooie zomerdag vandaag. Wij kunnen ook meekijken met jou, dus je hoeft niet alles op te zeggen en kom maar gewoon tot rust en zonder veel te praten tegen onze onderzoekers. En terwijl ik op het virtuele strand ben, volgt Alexander aandachtig mee op zijn computer om te kijken hoe mijn lichaam reageert. Oké, eens kijken naar de resultaten. Ik zal beginnen met de ademhaling, omdat daar de effecten toch wel het sterkst waren. En we zien eigenlijk dat zowel de kust als de groene omgevingen bij onze deelnemers sterk de ademhaling vertraagden. Bij de huidgeleiding zien we vooral dat er minder en minder hoge pieken zijn. Dat wil dus zeggen dat jouw stresssysteem en met name jouw sympathische zenuwstelselactiviteit lager was bij de kust dan bij stedelijke en zelfs groene omgevingen. Het is dus echt zo, we hebben minder stress aan de zee. Maar hoe dat precies komt, dat gaat Alexander de komende jaren nog verder uitzoeken. Dat het virtual reality experiment dat we uitgevoerd hebben eigenlijk aantoont dat er fysiologische en psychologische effecten zijn, kan ook te wijten zijn aan een placebo-effect. Mensen zijn typische wezens die altijd associaties leggen. En het kan bijvoorbeeld zijn dat doordat de kust zodanig ingebed is in onze cultuur en ook geadverteerd wordt als een echte vakantiebestemming, dat eigenlijk mede de stressverlagende respons bepaalt. Dus het kan goed zijn dat doordat ons brein en onze algemene levenspatroon en onze cultuur eigenlijk zegt tegen ons brein dat we moeten ontspannen aan de kust, dat eigenlijk ook die fysiologische effecten verklaart. Placebo-effect of niet, ik kom hier alleszins keihard tot rust. Bedankt Alexander, ik ga nog wat chillen hier of een ijsje eten. Of misschien wat vliegeren. Of met de go-kart rijden. Misschien een beetje wandelen. Nog een ijsje eten.